In deze video wil ik u iets meer gaan vertellen over de Cybex autostoel, de Aton M I-Size. Deze autostoel kunt u vanaf de geboorte af aan gebruiken tot een 87 centimeter. Nou, dat is ongeveer 18, 19 maanden. U kunt hem vastzetten met een base. Als u hem vastzet met een base, is hij gelijk I-Size goedgekeurd. Wat dat precies inhoudt, kom ik later nog even op terug. Maar u kunt hem natuurlijk ook nog steeds vastzetten met een gordelsysteem. Laten we als eerst even zien hoe dat u hem vastzet met een gordelsysteem. Uiteraard moet de autostoel tegen de rijgeting ingezet worden. Dan pakt u het gordelsysteem. Heupgordel gaat over de beentjes heen. Die klikt u vast. De schoudergordel gaat achter de stoel langs. Die zet u hier vast. Wat erg van belang is, trek eventjes goed hard aan die schoudergordel, waardoor de heup strakker wordt getrokken. Staat ook gelijk goed vast. Beugel overeind laten staan, want dat is eigenlijk meer een rolconstructievorm. De autostoel weer losmaken. Klikt hem daar los. Pak de schoudergordel los. Heupgordel. En dan kunt u zo weer op stap gaan. Deze autostoel heeft ook een newborn inlay. Die kunt u eruit halen bij plusminus 60 centimeter. Dat is het kindje ongeveer 6 maanden. Op dat moment komt het kindje ook wat dieper in de autostoel te liggen. Wat gewoon eigenlijk ook weer veiliger is. Hij heeft ook een hoofdsteun die u in hoogte kan instellen. Dat is in totaal 11 posities, waardoor de schoudergordel ook altijd gewoon goed op de schouder blijft liggen. Door middel van een knop hier kunt u het gordelsysteem ook langer maken. Maak hem los. Leg hem om elkaar. En heel eenvoudig klikt hem ook weer vast. U trekt hier aan, net zo lang tot het kindje goed stevig in de autostoel zit. Hij heeft dan ook hier pads, die ook zacht en comfortabel aanvoelen. Evenals de complete stof. Die kunt u trouwens ook altijd ervan afhalen en handwassen kunt u hem uitwassen. Hij heeft ook nog een systeem voor zijwaartse impact. Op het moment dat u hem wegzet en u hebt hier bijvoorbeeld een deur of de carrosserie van uw auto. En u krijgt helaas daar een impact op. Op dat moment zorgt dit systeem ervoor met de carb en een hoofdverkleiner dat de impact ongeveer 25% gaat verminderen. Hij heeft ook nog een extreem grote zonnekap. Dat is natuurlijk wel fijn als de zon schijnt. Tot het kindje dus wat minder last gaat krijgen van de zon. Dat kan in een auto zijn, maar natuurlijk ook op een kinderwagen. Want u kunt hem ook op een kinderwagen kunt u vervoeren. Dus al bij al heeft u gewoon echt gewoon een hele fijne autostoel. Door middel van de base die u los kan kopen, heeft u gelijk in combinatie met deze autostoel een I-Size goedgekeurd systeem. Wat is nou I-Size? I-Size is sowieso een stuk veiliger. Hoe zet u zo'n base dan vast? Dat is door middel van een ISOFIX systeem. ISOFIX zijn twee metalen beugels die al in de auto moeten vastzitten. Dan staat die base staat eigenlijk al gelijk goed. Dan zet u de autostoel zet u erop. Daar klikt u maar gelijk vast. Nou, dat is natuurlijk een stuk gemakkelijker. Je hoeft niet meer met een gordelsysteem te werken. Het voordeel nou ook hier gelijk van is dat het de autostoel in de meest ideale hoek staat. Dus op het moment dat u helaas een impact gaat krijgen, wordt het grootste gedeelte van het lichaam wordt in die stoel gedrukt. Dat is één. Dan is het zo dat I-Size zegt ook, kinderen moeten langer tegen de rijrichting inzitten. Waarom is dat? Omdat eigenlijk het hoofd nog steeds te zwaar is voor die nek en voor die rug om grote impacts op het lichaam te kunnen verwerken. Dus zeggen ze minimaal 15 maanden tegen de rijrichting in, maar als het kan tot 3,5, 4 jaar. De laatste hoeft niet per se, maar 15 maanden is gewoon verplicht. En het eigenlijk, wat ook nog heel erg belangrijk is, nog niet de laatste, maar hij wordt op twee manieren getest. Huidige wetgeving zegt alleen frontaal. I-Size zegt nee, we gaan ook via de zijkant er binnen rijden. Waardoor dus zo'n stoel ook eigenlijk absorberende materialen in die stoelen is verwerkt. Waardoor het impact op het lichaam gewoon vele malen kleiner gaat worden. En het laatste, heel veel mensen vinden dat minst belangrijke, maar het is toch wel, ja, wel van belang. We gaan niet meer over gewicht praten, we gaan niet meer over leeftijd praten, nee, we gaan over lengtes praten. Waarom doen ze dat? Omdat een kind van 3 jaar kan misschien wel een lengte hebben van een kind van 4 jaar. Dus we moeten echt gewoon kijken van hoe lang moet het kindje zijn. En in dit soort stoelen kunnen ze dan in tot 87 centimeter. Dat is eigenlijk het I-Size verhaal. Nou, ga je nou kijken naar een stuk gemak van de autostoel ten opzichte van de base. Kijk, hij staat nu gelijk goed. Op het moment dat je hem nou er vanaf wil halen, hoef je dus al dat gordelsysteem niet los te maken. Je drukt deze knop druk in, schuif hem naar achter toe, je pakt hem op en je bent weg. Zoals je ook kunt zien, zit u hier een airbag sticker. Hij mag dus nooit komen te staan bij een frontaal airbag systeem. Dus zet hem op de bijrijdersstoel, moet het airbag systeem uitgeschakeld worden. Dat heeft puur mee te maken, dus klap die airbag uit, dan een veel te grote kracht
op die auto komt, dus ook eigenlijk op je kindje. Het veiligste blijft altijd links of rechts achterin. Dus zet hem op de bijrijdersstoel, zet alsjeblieft die airbag uit. Dan weet u dat in ieder geval. Nou, de stoel zelf, die kunt u ook in meerdere kleuren krijgen. Er zijn ook verschillende accessoires leverbaar. Dat kunt u allemaal zien in onze webshop. Nou, bent u daar toch, kunt u hem ook gelijk bestellen. Zegt van nee, ik wil hem toch gewoon eens even in het echt zien en nog eens eventjes goed testen. Dan bent u uiteraard van harte welkom in een van onze winkels in Nederland of in België.